Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering op dit kanaal. We hebben al heel lang geen video meer geüpload en ik ben ook heel erg gestegen. Wat we in deze aflevering gaan doen is naar een Sparky Glitch kijken die 2 keer schiet. En daarna gaan we nog een paar battles doen met iemand uit de clan. Wie je accepteert weet ik nog niet. Maar dat zien we dan wel. Dus het wordt een aflevering van ongeveer 8 minuten, schat ik. En de Sparky Glitch, zoals je niet weet, is dat hij 2 keer schoot. Dat zie je hier ook. Quinten zegt dat. Ik ga nu even doorspoelen naar dat moment, want zo lang gaan we niet wachten. Het is ergens aan het eind. En ja, ik ga ook geen commentaar geven op de gameplay. Want dit is toch zo snel. En ja, jullie zien het vanzelf wel. En de Sparky Glitch kan vaak gebeuren bij skeletten. Vooral als een Sparky tegen een kerkhof moet. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Dan schiet hij soms wel 10 keer achter elkaar. Dan is het gewoon rapid fire. Dan is het gewoon machine gun Sparky. Stel je voor hoe goed dat zou zijn. Maar dan doet hij dat wel alleen maar op skeletten. En het was niet deze Sparky. Maar ze pakt eerst een toren. En dan komt hier een Sparky ergens. Oeh, kijk, daar hebben we perfect gepakt. Oké, ik doe nu even slow motion. Let op. Ze proberen nog die laatste toren te pakken. En Quinten, als het goed is, ja. Die dropt de skelet leger. En let op. 1 keer. En hij is geladen. En schiet nog 1 keer. Dus ja, ze hebben de battle uiteindelijk wel gewonnen. Maar het kan best frustrerend zijn. Ze lachen nu. En ja, dat was een Sparky Glitch. Misschien doe ik nog wel een aflevering over degene met Kerkhof. Die is echt heel cool, dan schiet hij hier soms 10 keer achter elkaar. En we gaan nu een clan battle doen, kijken wie er accepteert. We gaan met mijn ZP-tag. Nou, bait. Er zitten een paar bait in. Ik heb een paar aanpassingen gedaan. Kijk wie hier accepteert. Fanta blikje met een heel origineel deck. Sparky Hawkrider Tornado, dat zie ik ook voor het eerst. Oké. Nou, zij zijn weer aan het DM'en. Ik begin maar met een over. Laten we maar rustig beginnen. Oh, wacht. Ik heb geen zin in Sparky's. Laten we die dode raketten. Oeh, dat waren slechte vuurgeest. Ik heb geen zin in Sparky's, zoals ik al zei. Kom op, daar heb je toch wel een counter voor. Fanta blikje. Ik doe die Golden Barrel. Kom op. Nee, hij heeft niks. Nope. Late reactie, man. Maakt niet uit. Kijk onze Hawkrider daar. Oké, laat ik maar mijn Mining Goblin Barrel Poes aan doen. Ik doe deze poes zo vaak. Al maandenlang gebruik ik ditzelfde Mining Goblin Barrel deck. En het heeft me best wel geholpen. Toen ik Mining kreeg, ben ik in 1 keer 1500 trofeeën omhoog gegaan. Ik heb nu niet heel veel trofeeën. Ongeveer 3800. Ja, okay, het is best veel, maar mijn record is 4000. Hey, dat wist ik niet. Vuurgeesten kunnen niet in de koningstoren springen. Oké. Nou, volgens mij kan het wel als ze de vuurgeesten rechts plaatst. Want dan staan ze een beetje aan de rechterkant van het pad. En dan kan de andere koningstoren net niet bij. Maar ik plaats ze in het midden dit keer. Maar het maakt ook niet zo heel veel uit, die vuurgeesten. Oeh, deed die Meepak aan schot? Nee, hè? Electro Wizard. Oh, die zijn pas een beetje onnodig. Kom, schiet, Sparky. Oké. Ik snap zijn deck echt niet. Ik heb nog nooit zo'n deck gezien. Maar het lijkt te werken samen met mijn deck, dus. Oké. Tot nu toe gaat het best goed. Ja, ik moest mijn eigen Goblin Barrel gebruiken. Want Goblin Barrels willen niet laten gaan. Ze doen echt heel veel schade. En ik vertrouw de Fanta Blikje eerlijk gezegd niet. Dus vandaar die Goblin Barrel. Oké, die toren ga ik ook niet meer verdedigen. Waarom zou ik daar de moeite nog voor doen? Ik kan veel beter mijn elixir sparen. Ja, wat probeer je nou nog van te breken? Laat die toren maar. Ja, nee. Die raket zou niet op tijd komen. Als zij die nou verzept, ja. Kom op. Ja, onze Sparky wint. Koblingen, nee. Komt de prins aan, dus. Als je afvraagt waarom je Electro is daar plaatste, je moet niet altijd gebruik maken van de beginzap. Vooral niet bij een prins. Want
De aanvalsschade van een prins, als hij zijn superaanval doet, is sneller dan de spawntijd van de Electro Wizard. Dus wat er gebeurt is dan, als je hem plaatst, gaat de Electro Wizard dood. En dan heb je alleen een zap gedaan voor 4 elixir. En ja, dat is niet de goede waarde. Oh kijk, dit doe ik ook altijd in extra tijd. Dan stuur ik een raket en daarachter meteen een Goblin Barrel. Je zag de Goblin Barrel een beetje, maar de tegenstander ziet die Goblin Barrel dus niet. En dan moeten ze laat reageren en onze hoogwaarde maakt het daar net af. En dat was onze eerste battle. En laten we naar het tweede gaan. Gaat Fanta Blikken weer accepteren? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Weer met zijn heel origineel deck. Oké. Okay. Ik moet aanvallend beginnen, zo te zien. Of zij beginnen met aanvallen. Nee, ik ga wel zelf. Oeh, mooi. Hij stuurt ook een Goblin Barrel. Oh, kijk die goblins. 6 goblins. Er komt binnenkort ook nog een aflevering over Goblin Barrel 3 Crowns. Maar daar vertel ik later meer over. Oeh, als die Sparkies nou allemaal... Sparky Tornado. Oh. Oeh, Sparky. Sparky Tornado zie ik ook voor het eerst. Ik heb wel Executioner Tornado gezien en Polar Tornado. Maar Sparky Tornado is eigenlijk ook wel best goed. Dus de basisaanval of techniek is eigenlijk dat je alles bij elkaar groept met een tornado. En een Sparky met zijn super grote gebiedsschade, die schiet ze dan allemaal in één keer neer. En ik zie Sparky voor het eerst werken, eerlijk gezegd. Ik ben er niet zo'n fan van, gewoon. Maar ja, dat was een driekran. In Clan Battle is het zo chaotisch dat alle kaarten kunnen werken bijna. En ja, dat was het voor deze aflevering. Als het een leuke aflevering vond, vergeet dan geen like achter te laten. En ook niet te abonneren. En laat me in de reacties weten hoeveel Clan Battle, hoe groot jullie Clan Battle chest is. Wij hebben hem nu al 9 van een 10. En ja, doei.